sinds 3 jaar werk ik nu alweer voor het Amerikaanse Fibro. Waarbij ik elke dag zeg maar, met die mannen van de Heus nu op pad ben. Elke dag op bedrijven kom, met boeren praat, koeien bekijk. En continu bezig ben met het dichten van hey, hoe kan het nou op dit bedrijf op een praktische manier nog beter. Hoe kunnen we je nog wat verder helpen om uiteindelijk dat saldo per koe te verhogen. Nou, het saldo per koe, vanuit mijn expertise, kan het beste verhoogd worden door de dieren gezond te houden. Het individuele dier en ook de koppel. Dat doe je door de weerstand aan de ene kant hoog te houden en de infectiedruk aan de andere kant zo laag mogelijk. Elke boer zal beamen dat het melken van 100 gezonde koeien niet zo heel erg spannend is, maar dat je werk krijgt op het moment dat er 1, 2 of 3 zijn waar wat mee is of dat je wat trammeland hebt. In de praktijk lopen we vrij vaak aan tegen het gat tussen theorie en praktijk. De berekening van bijvoorbeeld een basisrantsoen is op papier perfect voor elkaar. Alleen de grote uitdaging is, hoe zorg je ervoor dat het rantsoen wat berekend is, ook daadwerkelijk voor de koeien komt, dat de koeien daadwerkelijk opnemen en dat ze er dus ook mee kunnen doen wat ze ermee moeten doen. Namelijk gezond blijven en produceren.